Jongens, welkom bij deze nieuwe Content 5 video. We staan hier op de begraafplaats bij de prachtige kerk die niet meer besmet is door het virus. Helaas, bij het graf van Fred staan we hier even nog onze respect te tonen. Maar, vorige aflevering eindigde het met het feit dat ik Fred zijn stem hoorde. Hier even een flashback. Iedereen komt hier maandelijks heen, of wekelijks of dagelijks, om een beetje respect voor jou te tonen. Maar dankjewel. Wie is er dood? Huh? Fred? Dus toen ik dat heb gehoord, jongens, ben ik even om me heen gaan kijken, even gaan zoeken. Ik heb de hele begraafplaats doorgespit, maar geen Fred te vinden. Dus of het was gewoon het robothoofdje wat we hier hebben. Dit is niet daadwerkelijk Fred zijn hoofd, jongens. Dit is een soort replica die we hebben kunnen creëren. Dus dat was waarschijnlijk niet wat we hoorden. Maar heb jij nou een idee wat ik hoorde? Laat het dan even in de reacties weten. Maar het was volgens mij echt Fred die zei: wie is er dood? Zoiets hoorde ik. Maar goed, jongens, welkom bij een nieuwe Content 2 video. Laten we deze video openen met het vieren van het feit dat we een virusloze stad hebben. Kijk eventjes deze kerk hier, jongens. Als ik hier bovenop ga, ik kan me dit niet eens meer herinneren dat dit ooit kaal was. En het is nu gewoon weer kaal. Terwijl dit vroeger was het altijd al zo natuurlijk. Tot het lelijke virus van Frederik er kwam. Maar wat ziet het er allemaal weer goed uit. Ook de arena, jongens. Kijk eens, die arena in zijn volle glorie weer. Oh, wat heb ik dat gemist, hè. Wat was die verpest door Frederik. Maar wat ziet hij er gewoon weer goed uit met het mooie doek eroverheen. Oh, en het, gewoon het landschap hier zit er weer prima uit. Het kasteel was natuurlijk nooit echt goed besmet. De zwarte vlaggen hangen nog. Oh, mijn god, wacht, dat betekent. Oh, maar er is overal hangen de zwarte vlaggen nog. De hele troonzaal is... Nee, dit is natuurlijk nog allemaal zo. Dit moet ik allemaal nog veranderen. Oh, al die lantaarns, al dat harde werk. Dit moet hier opnieuw gedaan worden. Oh, my days. Wat heb ik hier geen zin in. Die vlaggen, die gaan we ook echt even... Oh, die moeten weggehaald worden. We willen niet meer de duistere vlag van Frederik. We willen gewoon de mooie rode vlag van Content Veen hebben. Want we hebben gewonnen, jongens. We hebben gezegevierd. Ik denk het wel dat ik nog even alles aan moet passen. Maar dat gaan we nog even niet doen. Dat doen we nog even later. Maar dat komt wel goed. We moeten gewoon weer het oude leven herpakken, jongens. We moeten het oude ritme moeten we weer oppakken. We kunnen even gewoon de stad weer bewonderen en bekijken zoals het hoort. We hebben hier het kerstgedeelte van Rick en Anne en zo. Dat ziet er ook allemaal gezellig uit. Dat heb ik eigenlijk allemaal nog niet echt volwaardig kunnen bewonderen, dit. Een kerstboom buiten. Leuk, man. Ander leuk nieuwsje. Justin is volgens mij verhuisd. Justin is letterlijk sinds dat de stad hier allemaal weer gewoon genezen is, is hij verhuisd naar mijn koninkrijk. Hij woont nu gewoon in dit huis. Hieronder is de redstone winkel van Rick. En dan hierboven, dit hier, is gewoon het huis van Justin. Kijk hoe gezellig dit is. Het is ook echt groot. Met een mooi vat. Oh, lekker. Oh, de bank is natuurlijk nu ook leeg. Oh, de bank was van Fred, jongens. Maar Fred is natuurlijk, ja, dood. Althans, misschien ook niet, want we hoorden zijn stem nog even. Misschien is hij helemaal niet dood. We moeten even een nieuw iemand daarvoor vinden. Of even afwachten wat er met Fred aan de hand is. Het ziekenhuis van Bob is helemaal verstrooid. Maar ik heb alvast een beetje opgeruimd, jongens. Ik heb het vuur weggehaald. Ik heb de lava volgens mij ook een beetje weggehaald. Dus het ziet er allemaal op zich wel weer wat, ja, beter uit. Maar het is natuurlijk nog steeds helemaal kapot. Iedereen is hier weg. Dit durf ik allemaal niet aan te raken. Want ik ben bang als ik het uitzet dat het virus er zo terugkomt. Dus dit houden we nog maar even aan. Dit is natuurlijk een tegengif. En dan ben ik ook wel benieuwd, hè, jongens. Heb ik in mijn makelaar, even heel wat anders, heb ik in al die chaos en al die tijd bestellingen gehad of mensen die shit gekocht hebben? Denk het eerlijk gezegd niet, maar we gaan alsnog even kijken. Laten wij even kijken. Daar zijn we. Oh, wat ben ik blij om gewoon weer lekker hier te zijn, jongens. Gewoon het normale Content Veen leven. Oh, daar heb ik zoveel zin in weer. Kassa, helemaal leeg. Niemand heeft wat gekocht. Dan hier. Oh, dat ziet er echt goed uit, de map. Oh, het virus is nog te zien op de map. Dat moeten we aanpassen. Dat moeten we aanpassen. Dat betekent alleen dat ik hem hoef te openen. En dan één keer die chunk in hoef te lopen. En dan is het gefixt. Kijk, let op. Hier, 1, 2. Hoppakee, schone kerk. En als we dat dan weer terugplaatsen. Hier ziet dat er in ieder geval weer goed uit. Moeten we die ook nog even doen. Maar mijn vuurwerk is op. Gadverdarrie. Wacht, heb ik hier ergens een endertje staan? Nee, oh my days. Oh, maakt trouwens niet uit. Hier is de vuurwerkwinkel van Julian. Kijk, daar gaat het virus. Hoppakee. Opzouten met dat vieze virus van Frederik. Dat hebben we niet meer. De stad is schoon. En badabim. Kijk. Volle glorie, jongens. De stad in volle glorie. Alleen de rode vlaggen nog even. Heb ik aanvraag eigenlijk? Red Force werkplaats. Geopend op nummer 38. Rick! Ik dacht, ik heb een aanvraag. Wel leuk. Die gaan we even kijken. Boek en kwil. Oeh, misschien hebben we wel een aanvraag. Een goede merregen. Oh nee, dit is sowieso van de boeren. Oh nee. Jongens, ik heb ook nog steeds ruzie met de boeren. Oh, daar heb ik zo geen zin in om dat op te lossen allemaal. En ik moest nog een kippenhok en weet ik wat maken allemaal. Mot u nu eens heel goed luisteren, mignon. Er werden afspraken gemaakt. Die bent u niet nagekomen. We spreken af, Bi Boerjan.
Bizinus. Spreek af bij Boeijanse Huis. En ik spreek u door. Met minder vriendelijke groet, boer Martin. Oh, Martin schrijf je ook gewoon zonder R. Het is gewoon echt Martin. Oh nee, dat is de advocaat, jongens. Dat is de advocaat van boer Jan. Er zijn afspraken gemaakt. Ja, dat moet ik ook nog oplossen. Oh mijn god, het is spoedig. Oh, maar deze nou. Laat ik maar gelijk heen gaan, jongens. Dan heb ik het opgelost. Eerst even slapen. En dan nu gelijk die kant op naar boer Jan zijn molentje. Dat is daar, jongens. In het boerenland, buiten de stad. Alright, jongens. Ik vind het altijd leuk om hier doorheen te lopen. Ik heb het natuurlijk zelf gebouwd, dit boerenland hier. Dus ik vind het gewoon leuk om gezellig zo een beetje naar hier de brood te kijken. Of het wiet. Hoe noem je dat? Graan. En hier lekker de bietenakker van Jan. Waar hij zo graag een beregening installatie van wilde maken, waar ik geen idee heb hoe je dat bouwt in Minecraft, dat hebben we maar niet gedaan. Hier kan nog steeds een kippenhok komen. Nou, lopen we even door, komen we hier bij het graan, bij de wifi-put, zeg maar. Dat is een waterput met wifi. Maar ja, ik ben benieuwd naar wat boer Jan en boer Martin... Wat doe je op het dak? Joh, dat weet je helemaal niet. Wat doe je daar? Ja, mooi huis dicht. Mooi huis, moesje. Mooi huis, hoe ben je erop gekomen überhaupt? Ja, oeh, dat weet je niet meer. Je niet meer. Martin, kom eens van het dak af. Daar is een liedje. Nee, dat is... Nee, maar dat is niet wat ik bedoel. Oh, wat even. Waar ben je nou? Ik ben binnen. Kijk jongens, dit heb ik ook allemaal gebouwd voor hem. En dan alsnog willen zijn ze boos op me. Jan, hallo, Martin. Waar kom je altijd zomaar binnen? Dat is niet de bedoeling, hè? Geen geheim, sorry. Klop, klop. Ja, kom binnen. Hallo, waar is Jan? Hallo. Ja, Boeijan is even niet, maar we gaan in bus staan, ja. We gaan even buiten staan. Hey, dit is Boeijan's huis, dit is niet jouw huis. Dat klopt, maar de boer Jan is een goede kameraad van mij. Je weet dat ik door de week ben boer, de week ben ik advocaat, ja. En het is nu door de week, Martin. Dat klopt, dus dan ben ik boer, dus dan ben ik hier te vinden. Maar je hebt nog een... Nabi? Je hebt nog je advocaat-outfit aan. Oh, wacht even. A few moments later. Nou, hij blijft al een tijdje binnen. Het is inmiddels al donker. Ik weet niet wat hij, hoe lang omkleden bij hem... Zo! Goedemorgen, ja. Oh, goedenavond. Oh. Ja, je was lang bezig, man. Weet je hoe lang ik hier gestaan heb? Ja, weet je wat? Mijn kleren moet ik al even afstalven. Want er zitten kattenharen op. En weet je, dan moet alles weer spik en span zijn. Alle klodders, alle modderklodders moeten eraf. Ja, dat moet allemaal wel... Het past wel beter bij dit, Martin. Vind je? Ja, dit past echt... Ik vind dit beter bij je staan, dat boeren... Zo net zoals Jan, weet je? Je bent nu echt een boer. Ja, door de week, inderdaad. Ja, en het is nu donderdag, het is door de week. Dus logisch dat je deze outfit draagt. Ja, inderdaad, daarom, ja. Maar goed, daarvoor zijn we niet gekomen. We zijn gekomen voor advocatenzaken, dus zo terug. Oh, nee. Nee! Grapje. Oh, ik dacht, je gaat hier omkleden. Ik denk, dan staan we hier morgenochtend nog. Nee, dat is een grapje natuurlijk. Nee, maar wat is het probleem? Wat is het probleem? Laten we even hierheen lopen. Jan is hier niet. Jan is even, hoe heet het? Op avontuur. Die is wat nieuwe spullen halen voor zijn winkel. Winkel? Wat? Welke winkel? Oeh, dat wist u nog niet. Maar niet uit. Die boeren hebben allemaal geheimen, jongens. Volgens mij heeft het echt met deze planten hier te maken. En ik al die boosjes die ik boven hoor en zo. Er gaat iets niet goed met die boeren. Maar ik weet niet wat. Jullie moeten me even helpen daarmee. Martin, waar ga jij heen? Het is donker. Pas op voor de monsters buiten de stad. Bij de muren lopen veel monsters. Waarom? Ja, waarom alleen buiten de muren niet binnen? Ja, maar binnen de muren is alles goed belicht. En dan is het gewoon veilig. En waarom zorg jij er niet voor dat de boeren ook goed hebben dan? Ja, daar ben ik nog mee bezig, man. Dat duurt toch even. Weet je dat de hele oorlog was in de stad? Ik heb net. Kijk, de kerk ziet er weer mooi uit. En dit allemaal. Ik had een hele oorlog net achter de rug. Geef me even de tijd. Wat is er dat aan? Dat is verleden tijd. Ik heb u een boekje geschreven. Dus dat werkt voortaan. Dus die ga ik voortaan ook nog een keer sturen als ik u nog een orde heb. Ja, maar hoe dan? Nu hebben we hier nog een. Oké, ja. Ja, goed. Ik wil even ter zake komen. Want er zijn afspraken, maat, en die zijn niet nakomen. Ja, ik moest een kiphok nog en een schuur maken voor machines en zo. Dat klopt, een schuur voor de machines van boer Jan. En een kippenhok, dubbel een kiphok. Verdieping, zodat ze kunnen leren vliegen, ja. Ook die staat er nog niet, dus die wil ik graag, wil ik zo meteen even een deadline met u afspreken. Oké. Maar dat is niet alles. Ik heb het ook druk met andere dingen, ik krijg je niet eens voor betaald, hè? Ja, dat is niet mijn probleem, dat is uw probleem. Oké, ga verder, oké. Goed. Daarnaast ben ik ontevreden over onze communicatie, ja. Op wat level? Nou, het hoogste level wat er kan bestaan, ja. De communicatie die is niet in orde. En weet je hoe dat komt? Nou? Kijk eens achter, ja. Er ligt nog steeds geen beregeningsinstallatie. Ik ga geen beregeningsinstallatie maken. Dan zullen er serieuze stappen worden genomen. Zoals? Een rechtszaak. We hebben geen rechtbank en ik ga hem ook niet maken. Daar brengt u mee op een idee. Wat? Weet je wat? Kijk. Wie zijn goede maanden van elkaar, ja? We kennen elkaar 2 dagen.
Dat klopt, ja. Nee, dat is niet waar. Al wat langer, want u was bij wat uw oorlog. Ja, en ik was maar ik heb jou pas 2 dagen gezien. Dat klopt, ja. Dat klopt. Maar goed. Wie zien goede camera aan, ja? Ja. We laten die beregeningsinstallaties in. Ja. Maar, dan moet u een rechtszaak maken. Voor de rechtszaal maken. Voor de rechtszaak tegen u. Dus ik moet een rechtszaal maken. Ja. Zodat jij een rechtszaak kan starten tegen mij. Ja. En dan heb je kans dat ik in problemen kom. Ja, dat heet hij helemaal juist, ja. Kijk, we zijn goede kameraden van elkaar, dus we kunnen wel gewoon onze hand opschudden. Weet je wat we doen? Nou? Ik mat u een biep. Ik wil 7 dagen. Geef ik u een deadline. Voor? De rechtszaal. De rechtszaal. Jazeker. Oh mijn god. Oké, weet je, prima. Weet je, dan ga ik ook gewoon winnen. Dan zorg ik dat ik een betere advocaat krijg dan dat jij bent. Nee. Ik zorg voor mijn eigen advocaat. En dan ga ik winnen. Ik ben ook nog in te huren. Hoezo, je werkt wel voor Jan? Ja. Yeah. Je kan toch niet voor beide partijen de advocaat zijn? Nou, dat is nog niet in de voorkomende, maar we kunnen wel voor de eerste keer kunnen we wel het zien, ja. Wie deze betaalt, die wint. Weet je, ik kijk wel. Ik ga een rechtszaal maken. Heel goed. En dan houden we binnen op 7 dagen de tijd. Dat klopt, ja. Oké, prima. Deal. Goed. Schudden we de hand erop? Dan schudden we de hand op. Ja, zo. Doen we zo. Hoppakee. Nou, die ga ik gelijk wassen. Ja, daar kan nog meer bol op zijn, ja. Maar vergeet ook niet. Nee, hallo. Ik ben nog niet klaar. Hallo. Oh, een monster. Kijk, dit is waarvoor ik hem waarschuwde, jongens. Dit is waarvoor... Kijk, daarvoor waarschuwde ik je nou. Voor wat? Voor dat hoopje stof, daar? Ja, voor dat hoopje stof. Nou, dat neem ik mee. Goed. Ik wil er nog wat zijn. Nou? Die kippenhok staat er ook. Die schuur maar nog even wachten. Die kippenhok moet er wel staan. Ook binnen 7 dagen. Dus binnen 7 dagen, ja. Oké, prima. Kan ik allemaal regelen? Dat is mooi. Ik heb nog een ding. Nou? Dat is meer een vraag voor u. Nou? Weet je wie zijn goede kameraden van elkaar? Nou? Kom nog heel even mee. Oh god, moet ik nog eens meelopen naar het huis? Nou? Nou, rustig aan, hè. Wie zijn goede kameraden van elkaar? Goed, als u zo om u heen kijkt, wat ziet u dan? Een molen. Hier zie ik een graanveld, bietenveld, nog een graanveld en een tent in de verte. Ja, die tent, wat doet hij daar eigenlijk? Ja, dat is ooit van Julian geweest. Dat is gewoon een oude tent. Oh, een oude tent, oké. Kijk, weet je wat mooi is? Boer Jan en ik, die zijn goede kameraden van elkaar, ja? Ja. Hele goede kameraden, nog beter dan jij en ik. Joh. Nog beter, dat geloof ik dat Jan en jij betere kameraden zijn dan jij en ik. Ja, dat is Eva, hoor, Eva. Maar goed, weet je wat het probleem is? Nou? Kijk, we mogen elkaar wel, maar we hoeven elkaar niet 24/7 te zien. Oh, ja, waar woon jij eigenlijk? Dat is wel een goede vraag, nu dat ze zegt. Nou, ik kom uit Verre Oosten. Ja, maakt niet uit, maar waar woon je nu? Ik trek mijn boer Jan in, met een slaapzak. Oké, of een hooibaal of zo. Ja, niet te slaap zou ik op die hooibon, ja. Oké. Goed, maar de vraag is, kijk, en dit is een vraag, niet een eis van 7 dagen. Dit is meer een vraag of u binnen die 7 dagen ook misschien een mooi stekje voor mij kan maken, ja. Oh, ja, dat komt wel goed. Dat kan ik wel regelen, oké? Dat ga ik regelen. Ja, kan ik zelf een plek zoeken of moet ik dat zelf? Ja, je mag een voorkeur achterlaten, maar uiteindelijk doe ik het zelf. Natuurlijk, dus er zal niet naar geluisterd worden. Oké, goed. Ik zal er een bordje neer doen. Dat komt helemaal goed dat binnen die 7 dagen ook. En ik wens u een prettige voortzetting. En daarna wil ik u nog wensen op een hele fijne dag. Tot ziens. Ja. Ja hoor, even verder. Mogen de bieten mooi groeien. Mogen de bieten mooi groeien. Jongens, ik heb 7 dagen de tijd om een rechtszaal te bouwen. Maar het ding is, waar? Alles is vol. De enige mogelijke plek waar ik dat ooit nog kan doen, is in dit hoek hier. En ik heb daar plannen die ik wil uitvoeren. Dus daar zou ik dan heel snel mee moeten gaan beginnen. Want ik wil dit namelijk nog veel dieper maken. En ik wil de straat, zeg maar, die kant opbouwen. Ja, dat is heel moeilijk uit te leggen. Maar in de lengte van dit zo, dat wil ik doorlopen nog verder diep naar binnen dan. Dat ik dan daar een huis kan bouwen. En aan deze kant ook nog zo een huis. Misschien snappen jullie het niet helemaal. Maar laten we daar maar gewoon een keertje aan gaan beginnen. Ja, het gaat een heel bouwwerkje worden. Maar het is wel leuk om te doen. En als ik dat dan gedaan heb, kan ik daar beginnen met een rechtszaal. En ik heb 7 dagen de tijd. En voor het kippenhok bij Jan. Nou, Boer Martin, die representeert natuurlijk Jan. Maar dat komt allemaal wel goed, jongens. Dat gaan we allemaal regelen. Daarboven heb ik ook nog plek. Dat was ik helemaal vergeten. Daar. Ja, maar rechtszaal moet best groot worden. Dat kan ik denk ik niet daar doen. Dat is, zeg maar, dan heb je 2 grote dingen boven elkaar. Daar moeten gewoon wat huisjes komen en zo. Dus laten we het niet daar doen, maar wel daar. Dat is denk ik wel een goede plek. Nou, jongens, laten we dan maar beginnen met een timelapse. Oh, dat heb ik echt al lang niet meer gedaan. Door heel dat Frederik gedoe heb ik al heel lang niet meer een timelapse kunnen doen met bouwen en zo. Maar laten we beginnen met dit in ieder geval even wat meer uithollen, zodat het er wat beter uitziet en zo. Gaat een heel klusje worden. Maar ik heb er oprecht wel zin in. Veel plezier met kijken op deze timelapse in 3, 2, 1.
jongens, daar zijn we weer. Na een prachtige timelapse hebben wij echt heel veel kunnen doen. Zoals je gezien hebt, zijn we echt heel erg opgeschoten. Het hele gat hier is gecreëerd. Dit hier is netjes afgewerkt tot in niet heel veel details, maar wel gewoon netjes afgewerkt even. En wat hebben we een ruimte gecreëerd, hè? Oh my days, het was eerst letterlijk tot hier. We hebben deze hele ruimte hier gewoon gecreëerd. En het is boven ook netjes afgewerkt. We hebben nu een trappetje omhoog gecreëerd hier, helemaal aan het einde van de timelapse. Dan kunnen we zo omhoog lopen om hier volgens het hoekje om te gaan. Hier weer het hoekje om. Waardoor je uiteindelijk gewoon hier uitkomt bij de steen. Oh, waarom vliegen deze lucht in door die lightra? Waardoor we uiteindelijk bij de steenfabriek uitkomen hier. Die nog steeds niet is ingericht door Floor. Floor, schiet nou eens op. Kom op, hé. Maar wat ben ik blij met het resultaat, jongens. Het ziet er zo massief groot uit als je hier aankomt lopen, hè. Maar ook gewoon van een afstandje. Kijk, stel je woont hier, weet je, in de kistenhuis nu, wat uiteindelijk gewoon normaal huis wordt. En je komt hier naar buiten lopen. Kijk dat zicht daarop. Kijk hoe groot dat gewoon... Dat is echt mega groot gewoon. Maar goed, laat ik even uitleggen wat een beetje de planning is hier. Ik wil hier een leuk binnentuintje maken. Het binnentuintje is eigenlijk buiten, maar omdat het hier in de grot is, lijkt het binnen. Gewoon een mooie boom in het midden, wat plantjes hier, misschien wat water dat uit de muren komt, als een soort fonteintjes of zo, weet je. Gewoon een beetje groen ertussen, dat mag ook wel hier en daar. Ook al is dit een beetje de, ja, industriële kant van de stad, mag er ook wel een keertje wat groens gewoon tussen. Dan, vervolgens wil ik ongeveer vanaf dit lijntje zo, laten we dat ook gewoon markeren. Ik heb genoeg blokken bij me. Doe even met stone brick markeren. Ik wil het pad, wil ik eigenlijk eens eentje dikker maken. Laten we dat eerst heel even snel doen. Hoppa, even hier een lampje, zo. Dan is het pad ietsjes dikker, hebben we iets meer, ja, ruimte, weet je. Dan wil ik hier, ik weet ook niet waarom ik dit eigenlijk zo netjes heb gebouwd. Want uiteindelijk komt er toch een gebouw tegenaan. Laten we even kijken hoe breed. 3, 6, 9, 12, 15. Is 15 breed genoeg? Nee. 18. Is 18 breed genoeg? Ja, want dan hebben we als het goed is gewoon een midden. Wat trouwens, dan moet ik er eentje meer hebben. 19, dan hebben we een midden. Als ik dan hier dit blokje plaats, is volgens mij, ja, dit is het midden. Kijk, doen we zo. Als ik dit dan allemaal terugbouw hierheen. Volgens mij, laat ik even kijken van afstandje. Hebben we dan een perfecte, ja, jongens. Kijk, wacht. Juist. Oh, ik zie het al helemaal voor me om dan daar vervolgens. De plan is helemaal veranderd. Ik wilde eigenlijk daar huis hebben en daar huis hebben. Weet ik wat allemaal. Maar ik dacht, als ik daar nou gewoon de rechtszaal maak, weet je. Imagine dat hij dan een beetje tot best hoog komt. Niet al te hoog, weet je. Maar gewoon daar een grote rechtszaal. Met een soort puntdakje zo natuurlijk. Met van die palen vooraan. Lijkt alsof ik een koe aan het melken ben. Lach me alsjeblieft niet uit. Ik smeek het. Maar daar gewoon een grote rechtszaal. Dan vervolgens daar nog een pad. Want ik wil er niet rijtjeshuizen van maken. Ik wil daadwerkelijk dat je de diepte hebt hier die ik gecreëerd heb. Anders had ik net zo goed niet alles kunnen uithakken als ik die rijtjeshuizen gemaakt heb. En hier een pad van 4 dik zo. Hoppakee. Om vervolgens hier wel rijtjeshuizen te maken. Maar op een hele andere manier. Kijk, tot hier. Zo. En dan denk ik, wordt dit nou gewoon één groot megahuis dit ook? Zoals dit. Zo. Nee, dat wordt het niet. Want... hiervan gaan wij ongeveer, om het even een beetje gelijk te maken. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, oké. Okay. Hiervan kunnen wij twee huizen maken, jongens, zoals dit. Kijk, met dan hier een ingang zo. Pong, pong, hoppakee. Oh, net een één deur ingang zo. Oh nee, wel twee deur zo. Juist. En dan hier een ingang. Ik doe het weer verkeerd. Hier een ingang. Kijk, en dan heb je twee huizen waardoor je gewoon ook de diepte nog hebt van wat ik hier allemaal heb uitgehakt. Weet je dat je hier loopt? Dit is vet hoog, maar je ziet boven je zie je gewoon nog dat je in een grot zit. En dit huis staat eigenlijk dan volledig gewoon in de grot hier. Hoe cool is dat? Wat een uitzicht heb je vanaf hier trouwens. Ik heb nog nooit vanaf dit plek hier, vanaf zo ver op een laag niveau in de berg hier, gewoon eigenlijk mijn stad kunnen bekijken. Wow, hé. Wat een lijp uitzicht vanaf hier met de kerk gewoon en het kasteel en een paar gebouwen ervoor, de brug. Daarin in de verte natuurlijk nog meer rijtjeshuizen. Rijtjeshuizen, gewoon woonhuizen en zo. En het de bootwinkel. Maar goed, dat is nu niet belangrijk. Wat ik dan hier wil doen. Hier wil ik een trap maken. Dat je zo, brrr, zo naar beneden gaat. En dan waarschijnlijk daar uitkomt. Via een tunnel mee misschien een beetje. Weet je, dat is misschien wel leuk. Dat je dan via een tunneltje hier beneden uitkomt. Want het is wel leuk als je ook gewoon hier kan zijn. In plaats van dat je vanaf hier... als je dan hierheen wil... wat is dit? Mis hier een blok. Dat mag niet. Dat je dan eerst helemaal daarheen moet. Helemaal om moet lopen om vervolgens hierheen te gaan. Nee, dat gaan we niet doen. We gaan natuurlijk gewoon hier ook een trappetje maken. Precies in dit gat hier. Misschien wordt het wel een lift. Een soort automatische lift. Weet je, dat we dan water gebruiken daadwerkelijk. Maar dat het lijkt op een soort trekhaak. Gaan we weer even koeien melken. Een soort trekhaaklift. Dat je zo jezelf omhoog moet trekken via een houten plank of zo. Weet je, weet ik veel. Laat maar even in de reacties weten. Maar ik heb 7 dagen tijd, jongens, natuurlijk om dit te maken. Eén ding is, we zijn al 1 dag verder in het leven. Ik heb nog wel dezelfde sweater aan, dus misschien viel het niet op voor jullie. Maar we zijn wel een dag verder sinds dat ik dit heb gemaakt. Sinds dat ik met Martin de boer heb gesproken. Vraag ik de advocaat. Maar goed, wat ga ik hier dan doen? Wat wil ik hier maken? Misschien ook een huis. Oh, gewoon nog, dit is zeg maar een rijtjeshuis. En dat dit ook nog 1 lang huis is, die kant op. Oeh, dat kan wel cool zijn. Dat kan serieus wel heel cool zijn. Dat er dan 3 huizen zijn als het ware, weet je. Hmm.
Maar dat deze pas hier begint. Zo, dat je hier nog een soort inhammetje hebt, weet je? Zoals dit. Oh, dit is cool. Ja, dit is heel cool. Kijk, dat het zoals dit loopt, jongens. Ja. En dan is dit natuurlijk nog een huis gewoon hier zo. En hier hoef ik alleen eigenlijk het voorkantje van te maken in het dak. We denken wel na, jongens. We denken wel na. Trouwens, ik raak mijn pet aan. Ik doe echt zo. Hier zit mijn brein, blijkbaar. Hoe ziet dit er van een afstandje uit? Deze indeling. En... oh, dat ziet er clean uit, jongens. Dus imagine, je loopt daar zo. Misschien dat we daar in de muur ook nog huisjes kunnen maken. Weet je, hoef alleen de voorkant te maken. Een soort van kartonnen plaat van een huis tegen de muur. Waardoor het lijkt alsof er een ziek huis staat. Maar eigenlijk is het alleen de voorkant, weet je. Eigenlijk een beetje net zoals de rijtjeshuizen. Dat zijn ook allemaal scams gewoon. Als ik dat daar nou ook doe, zo helemaal tot het hoekje om. Dan heb je daar een hoogniveau huizen. Hier een mega groot gebouw wat dan de rechtszaal is, weet je. Hoe noem je dat eigenlijk ook weer? Een gemeentehuis of zo? Een recht... ja, gewoon een rechtszaal is dat. Dan volgens daar gewoon een rijtjeshuis. Daar een woonhuis. En dan daar ook een woonhuis. Of dat worden fabrieken, verzinnen, weet je. Misschien wordt dat wel het minehouse. Misschien wordt dat wel gewoon een weet ik veel wat. Ah, dit is leuk, jongens. Dit is heel leuk wat we hier gaan doen hieronder. Eindelijk een beetje progressie. Dat heeft heel lang geduurd voordat hier een keer progressie kwam. En wat ik nou ook nou trouwens nog bedenk, jongens, wat kan, hè? Stel je even voor, dat huis is ongeveer, nou, laten we zeggen, zo hoog gaat die zijn, weet je? De rechtszaal, die worden ongeveer ook zo hoog als dat. Stel, er is nog ruimte boven, bijvoorbeeld. Zou ik het treinspoor hier ook nog zo kunnen laten lopen? Naar de overkant. En in plaats van dat er dan palen aan de onderkant zitten, hangt die aan tralies en zo, hele dikke natuurlijk, gewoon dikke kettingen, hangt die aan het plafond. Dus dan zie je dat treinspoor nog een keer terugkomen. Misschien is dat wel cool te doen. Maar misschien heb ik er ook wel helemaal geen ruimte voor. Nou, laten we even mijn steen opbergen. En dan moet ik heel even wat nieuw eten kopen. Want als deze 23 heerlijke steekjes op zijn, is het natuurlijk ja, einde voedsel voor mij. En dan laat ik maar beter voorbereid zijn. Dus gewoon even snel hierop. Oké, kopen we 1, 2, 3, 4. Maken we gelijk deze 4 diamonds op. Zo. Stoppen we de rest in de ender chest. Tonk, tonk. Stek je hier. Zo, hoppakee. Dan nu, jongens, is het tijd om deze lelijke, zwarte tapijttroonzaalachtige sfeer die Frederik hier ooit heeft gecreëerd te verwijderen en mijn heerlijke rode tapijtje terug te leggen. Normale lentes op te hangen. Ik heb die hier ook bij me. Alleen de kaarsjes heb ik niet bij me en de banners, maar die kan ik gewoon elk moment maken. En volgens mij heb ik wel nog genoeg kaarsen. En dan moet ik ook nog de vlag op het kasteel vervangen. En laten we dat maar even doen. Het is eigenlijk een heel saai taakje, dit. Maar als het eenmaal klaar is, is het wel weer satisfying dat het gewoon uitziet zoals het hoort. Gewoon, het is veel minder duister zometeen hier. En dan mag ik mijn kroon weer op. Oh, daar heb ik echt zin in dat ik eindelijk mijn kroon weer op mag. Die heb ik al zo lang niet meer op gehad. Zo, alle dikke tapijtjes zijn geplaatst. Nu moet ik nog even de dunne eronder vervangen. Maar daarvoor heb ik even schaar nodig. Want om dit nou elke keer met mijn hand te hakken is echt veel te traag. Nou, ik heb een kapotte schaar kunnen vinden. Dus ik ben benieuwd hoe lang ik hiermee kan doen. Volgens mij gaat die elk moment stuk. Ja, nou, ik was een heel eind gekomen. De rest doe ik dan maar met mijn hand. Maar als je goed kijkt hier achter, niet eens goed kijken. Gewoon achter me heb ik alles in ieder geval weggehaald. Zo, dan plaatsen we nu overal de rode dikke wol terug. Of gewoon het blok in plaats van de carpet. Oh, wat ziet dit er gewoon weer satisfying uit, hè. Dit is alleen al het begin. Moet je nagaan als alles gewoon weer even normaal is. Oh, mijn god, dit hierboven moet ook nog. Nee, dat was ik helemaal vergeten. Nou. Ah, zo, dat ziet er beter uit. Laten we dan nu de lanterns doen, want daar stoor ik me echt verschrikkelijk aan. Zoveel mogelijk van die lantaarntjes even weer vervangen naar wat het, hoe het was, weet je. Ook een heel vervelend simpel taakje, maar als het eenmaal gedaan is, ben ik er echt heel blij mee. Mijn pickaxe is bijna stuk. Maar op zich kan ik nog wel 120 of bijna 300, nee 200 nog wat blokjes hakken hiermee. Maar even goed, moet ik even voorzichtig zijn. Zo, als het goed is, jongens, is de hele eerste verdieping waar ooit andere lanterns gestaan hebben, is vervangen weer voor de normale lanterns. En kijk het lichtverschil gewoon weer. Hoeveel mooier het is met gewoon betere belichting. Het was echt veel te donker allemaal. Hier heb ik ook alles weer vervangen, want hier waren ook van die donkere lanterns. Hier waren ook wat donkere lanterns. Oh, zie ik nu dat het hier best donker is, gewoon in het algemeen. Jemig, mag ik dat doen? Zo, hoppakee. Heb ik deze gang hier al gecheckt? Ja, hier is ook alles gewoon normaal. Juist, jongens, dit ziet er weer goed uit, hé. Zoals het hoort. Oh, die twee. Hier zijn nog twee boosdoeners. Jij moet mooi worden en jij moet mooi worden. Zo. Dan nu even de bovenverdieping en... oeh, laten we eerst die kroonluchters doen. Een van de dingen waar ik het meest aan irriteer, dat die kroonluchters geen mooie belichting hebben. Hoppakee. Laten we dan nu heel even de bovenverdieping doen. Want daar zijn ook nog lenzen. En volgens mij, als ik even snel omhoog vlieg, aastom, heb je hier ook nog juist tapijt wat vervangen moet worden. Weet je wat, laten we gewoon even alles snel doen. Oh, we zijn bijna klaar, jongens. Het is nog best wel meer werk dan ik dacht. Maar het enige wat nog hoeft te gebeuren is dus de laatste paar banners en dan nog de troon. Maar terwijl ik bezig was met de banners, bedacht ik me, Frederik had wel een goed idee om gewoon een soort van logootje of iets in de banner te hebben. Nu was het al iets heel duisters natuurlijk, maar als ik die rode zo terughang, die zijn eigenlijk best saai vergeleken met gewoon die coole zwarte, weet je. Kijk, ik wil dan niet die zwarte hebben omdat die te duister zijn. Ik wil het wel iets koninklijker hebben en zo. Maar misschien kunnen we binnenkort
even langs Ben's Bannershop. Om daar een leuke banner te laten maken voor de troonzaal. Weet je, dat ik die overal kan hangen. Dat die met rood is met bijvoorbeeld, weet ik veel wat of zo. Een andere kleur. Daarvoor moeten we heel even langs Ben's Banner natuurlijk. Maar laten we dit even afmaken. Jongens, wat ziet het er weer prachtig uit. De troonzaal hervormt zoals die ooit was. Alles is weer mooi rood. De kaarsjes zijn vervangen. De lampjes zijn vervangen. De vlaggetjes. De troon is weer wit. Oh, wat is het weer mooi. Wat ben ik weer blij met het resultaat. Ik kan hier weer zitten als echte koning. Alleen één dingetje mist nog. Het allerbelangrijkste. Mijn kroon. Dus laten wij eventjes mijn kroon weer pakken. Die weer op mijn hoofd zetten. En dan gewoon weer het gevoel hebben dat ik daadwerkelijk de koning ben van de stad. Dus dat waar ik zo hard voor heb gebouwd en gewerkt en weet ik wat allemaal. Kan ik gewoon weer eindelijk... Oh, ik ga hem gelijk pakken. Jongens! Hij is terug! Eigenlijk moet ik even een nieuwe kroon nemen. Niet omdat deze niet mooi is of zo, maar omdat mijn ogen eigenlijk altijd al te groot zijn geweest voor deze kroon. Oh, maar wat is het gek om dit weer op te hebben. Dit is gewoon mijn outfitje die ik altijd aan had. Standaard had ik dit outfitje aan. Man. Oh, mijn hand is ook weer dunner. Dat was ik vergeten met deze skin eigenlijk. Gewoon, dan wordt mijn hand ook weer dunner. Misschien moet ik dat even oplossen. Maar kom maar goed. Ah, zo, hé. Hey, wat een fijn einde aan deze aflevering, jongens. Dat ik gewoon weer hier kan zitten zo. Dat voelt toch goed? Het voelt alsof het klopt. En dat doet het ook. Kijk, als we bijvoorbeeld van hierboven kijken. Kijk hoe leuk dit er gewoon weer uitziet, hè, allemaal. Stomme Frederik eigenlijk. Alles verpist. Dus jongens, bij deze ga ik de aflevering afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Heel veel progressie is er weer geweest. Ik heb de troonzaal herbouwd. Ik heb letterlijk dat grote gat in die berg daar zo eindelijk een keertje beter gemaakt. Dus dank jullie wel voor het kijken. Vergeet zeker even niet te liken, te abonneren, reageren als je tot dit punt in de video bent gekomen. Bami-schijf. Vind ik leuk. En dan nu... Oeps. Kijk lekker het vorige content van deel. Is een heel goed deel. Hierin heb ik namelijk Frederik verslagen. Het is echt het meest spannende content van video ooit. Heb je hem nog niet gezien? Kijk hem dan nu even. En nu spreek ik later glaasje water telt 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Yeah!